super slecht weer buiten. Maar wat wij weer onderweg tegenkomen, hier zo. Ja. Lijkt wel een soort graan of schuren opslag of zo. Hier hangt de olifant op hangen, kan ik zeggen. Ja, eens kijken wat hier gaan aan. Tegeltjes. Ja, minimaal een gebouw van 100 jaar oud is. Kijk hoe ver het loopt. Dat ik nog met de trap naar boven kan. Hoe ver is dat in orde? Kijk, we nog een beetje ook in die zijgebouwen kunnen komen. Ik heb echt geen idee dat dit is geweest hier. Hier loopt die dan wel niet verder. Goed toilet geweest. Goed ik al. Al donker. Ja, het is weer een zondag met zeer slecht weer. Veel wind, veel regen. Als er twijfel gevallen van nog een pad ging. Dat mooi gedaan. Pak het niet, schakelhuis. Daar loopt het in ieder geval niet door. Kijk hoe die trap is. Je kan ook naar boven, hè? Zie je dat? Niet jouw ding, hè? Ik sta net binnen. Kijk daar. Ik zie daar ook alweer een trede kapot. Dat gaan we niet doen. Als je vergaat, hè? Dit is dat achterste gebouw. Krak, 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 krak. Daar is hem. Jeekes, kijk wel al die gaten in het dak, alle hagelstormen. Zo. Ja, hier hebben al de machines gestaan, denk ik. Hè? Misschien is dat nog wel in de tijd dat hier stoommachines stonden. Stoom aangedreven. Een grote ronding daar. Ja, dat zal nu van de schoorsteen zijn, denk ik. Dat is te groot. Ik denk dat een soort graanfabriek is geweest. Denk ik. Graansilo. Dat zijn allemaal hier van die klosjes. Waar je naar touw moet trekken. En dan. Ze zijn wel afzonderlijk. Dat er een schuif open zeker. Tarwe, graan. Het stabielste meer hier zo. Maar er zijn nog echt wel leuke hoekjes hier. Oké. Hier zijn van die schroepen, zou ik maar zeggen. Zo'n band. Mogen we naar beneden lopen. Die zal waarschijnlijk wel door dat gat zijn gekomen daar. Ja, ik denk een graanfabriek. Zoiets, denk ik. Ja, bijzonder hier zo. Ik vind wel wat. Vindt u dat ook? Ja, ik denk dat dat voor iets voor te bedienen is geweest. Afzonderlijk touwtje trekt. Dat er dan ergens een schuifje op gaat. Maar ja, ik weet niet zeker. Misschien zeg ik wel iets anders. Ja.
leuk dingetje. Dat is die deur die rond. Het is al de derde keer van de week dat het zo gaat stormen hier. Een beetje beu van. Ik heb zin in de zomer. Precies een jaar geleden zaten we in het achterdorp. Dat was een stuk beter. Het lijkt wel een soort woongedeelte hier zo. Spelletjes en speeltje. Zo bekijkt. Als je de grond hebben getekend. Dat is mooi, hè? Die cave. Als de natuur binnenkomt. Dat is mooi. Leuk stukje. Nou, dat gaan we niet doen. Het moet wel leuk blijven. Gebouwen, daar nog een huis. Een horloge hier zo. Ik heb het dak er niet af gaan waaien. Ik weet waar dat van is. Hier heb ik zo'n wiel gezeten. De aandrijving van de machines in de fabriek. Kijk maar. Ja, is er komen. Dat is dat zeker 100 jaar goud hier zo. Absoluut. Het is een oude machine, denk ik. Ik weet niet wat dat van ding is, maar. Er zijn temperaturen. Het is een overtje geweest. Maar ja, tot 300 graden. Dat is een oud overtje. Het ziet er behoorlijk sketchy uit hier zo. Ze hebben nog wel leuke ruimtes hier. Hier dan? Ze hebben een doolhof. Hier ook nog een paar van die assen. Aandrijving. Hier zie je ook weer zo'n gat voor een band. Ja. Er zal hier ergens een machine over staan. Hiernaast moet ik ook even kijken. Is dat een leuke aandrijven stangetjes. Lijkt ook een beetje op een kolenmijn, hè? Ik zie een kolenbakje. Hier zo buiten. Kolenbak. Oh ja, daar heb je dat hek waar ik het over had. Mop. Ja, ik had er net toch over dat er een hek was. Met aparte ingang met van die. Ik weet die naam niet. Die bedoel ik. Dus ik denk dat heel veel wind op de kamer had te horen is. Ja, flinke storm. Ooit een dikke boom, hier op een houten vloer. Met zo'n stevige balken. Hoe lang gaat dat nog goed hier zo? Maar is dat een berg of zo? Ja, dat is een berg. Hier boven ook nog een verdiepingje. Oh. Ik zie geen trap alleen. Een trap van. Zou die nog draaien, die as? Ja. Oh, hier is de trap. Hier is de trap naar boven.
een sketchy zijn, jongens. Hé, hey, staan we in een auto, wrak. We gaan ons geven hier. Kijk, nu is de boven hier hang. Ja, hier staat nog een auto. Wat er van over is. Wow, en een mooi smeden hek. Kijk, hier staat nog een kevertje. Ja, ja. Heel sneaky naar beneden rijden. Ja, we kunnen komen. Ik zit er buiten zijn. Kijk, hier staat nog een auto. Even. Cabrio. Grijze. Stoeltje. Vorige week waren we kevertjes, maar die waren er niet. En nu weten we geen kevers te vinden en er staat er geen. Maar ja, die is ook al een klein beetje ver heen. Ja. Doe ook rustig aan. En hier moeten we eigenlijk naar boven, maar om dat nog een beetje te doen is hier zo. Ja, kijk maar. Even kijken. Nee, we slaan we over. Gaan we niet meer doen. Ja, maar dat is een foto van de ingang. Soms moet je toch nog even heel goed kijken in elk hoekje. Staat er niet zomaar een auto? Ja, dat is er aan naar boven. Nee, dat gaan we niet doen. Ja, leuk. Hij heeft ook al zijn best gedaan. Hiernaast hebben we ook nog iets. Is het kasteel of zo? Het kasteel. Laten we daar nog even kijken. Ja, ik dacht dat het een huis was, maar het is geen huis. Het is een soort opslag of zo. Het is wel een kasteel of zo, denk ik. Ik heb daar ook nog bij kunnen komen. Maar als er maar een ingang is. Huis. Ik kan een schoorsteentje zien. Het is toch een huis. Dit. De boerderij is dat hier zo. Het zal een woonkamer zijn geweest, denk ik. Woonkamer. Dat gaat ook niet goed. Een paar jaartjes is dit ook helemaal naar beneden. Het zal het toilet zijn, zie ik hier. Misschien wel, ik weet niet zo goed. Weer tegeltjes hier. Tegels. Hoe ziet het trapje eigenlijk? Hij ziet er nog wel oké uit. Je hebt veel decay in dat ruimtetje. Waar hangt het dan nog op? Ik denk dat je boven slaapkamers zijn. Kijk, hier gaan ze ook al breken boven je hoofd, zie je dat? Die balken. Ja, maar ik zag het toevallig. Sorry. Er zijn nog kolen op geweest of zo, denk ik. Ja, dat is beton. Ja? Ja? Er zit een gezicht daar. Wat zie jij een gezicht? Als je hier staat, is het net een gezicht. Met een mondje. Ja. Spooky. Nee, ik denk niet dat ik die trap ga doen. Dat herken ik ook wel. Jij ook, denk ik. Dit. Ja. Het is boven verdiepen, maar ik ga die niet doen. Kijk daar zo, laat het arm los. Dat is een vraag van problemen. Dus, het zal er wel lege ruimte zijn. Deze kan doorrotten.
niet doen. Oké. Okay. Echt een oud huisje. Even de lamp uit doen. Echt een oud huisje. Sorry hoor. Ik moest echt zo vaak fotografen en films. Ik kon me niet zien zo. Of ik loop altijd in de weg. Ik ben met mijn lamp verkeerd bezig. Kijken of we daar kunnen komen. Een speldje wat mist. We gaan het gewoon even proberen. Ja, we passen nog net doorheen, dus gelukkig. Ja, dat was eigenlijk de hoofdingang van dit domein. Nou, eens even kijken of we daar met de lint naar binnen kunnen werpen. De trap is nog in orde, maar daar heb je ook alles mee gezegd. Want van binnen is het helemaal de radiateur met daar nog. Dit lijkt een beetje op Hotel Dullemond. Dat is een locatie in Nederland. Dat is ook zo helemaal in elkaar gestort. Ik hang ook een radiateur. Voor de rest. Niets meer. Helaas. Ik ga gewoon weer naar buiten. Kijk, dit was een voordeur. Oei, 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 wat een wind. Grappig hè, zo'n hek tegen de boom. Lijkt het spookslot wel van de Efteling. Die had ook zulke soort dingen. En zo'n hek. Want dan gaat dat bewegen als de muziek begint. Fantasie. Een soort balkonnetje. Oh, ja? Een boompje uit de muur roert. Ja, ik weet niet wat dat is. Een soort balkonnetje. Hier ook. Het hele pand dat is ondergegroeid. Ja, bijzonder. Nou, we weten niet of er nog iets boven staan, maar dan gaan we niet op. Het is allemaal veel te slecht. Ja, gaan we. Nou, even kijken of we aan de voorzijde nog van de pand iets kunnen vinden. We hebben alleen het achterste stuk gedaan. Kijk daarboven. Ze staan ook nog in de